Oké. Als je bus niet lekker schakelt, zeg maar stroef, dan kun je zelf een heleboel dingetjes doen. En dat is hier in de pookhoes alles netjes inspuiten. Ik zal een beetje inzoomen. Daar alles netjes inspuiten met teflonspray. Deze aansluiting netjes inspuiten. Deze netjes inspuiten. Die netjes inspuiten. Vervolgens verder naar voren. Dan kom je bij de versnellingsbak. Dit bolletje netjes inspuiten. En deze heel veel inspuiten. En heel veel vet erin. Ik zal het nog een keer laten zien. Maar dan vanaf de voorkant. Zoals je voor de auto staat. Dit zijn de beroemde schakelbolletjes. Even laten zien. Kijk. Deze moet heel goed ingevet worden, anders kun je geen enkele versnelling meer inschakelen. Deze moet je invetten of inolieën. Vervolgens naar achter. Dan zit je hier die aansluiting. En vervolgens die aansluiting. En een stukje verder in de schakeltunnel. Daar alles netjes inspuiten. Ik zal hem nog een keer vanaf de andere kant laten zien. Dan is het makkelijker. Kijk, ik zal hem even omdraaien. Kijk, dit systeem. Hier, hier, deze, deze, deze inspuiten. En alles hier wat hierin zit. Ook goed inspuiten. Vervolgens dit inspuiten. Beetje naar boven. Dit inspuiten. En nog verder naar boven, of naar voren van de auto eigenlijk, de twee schakelbolletjes goed inspuiten. Nou, dat was het. Tot de volgende tip.